En dan gaan we weer terug naar Gerard en Maria. We zijn net voor de onderbreking zijn wij uitgestapt met vrijwilligers. En er is natuurlijk nog een vrijwilliger van de week door jullie aangedragen. Ja, klopt. Nou, we hebben eigenlijk een vrijwilliger van 30 jaar. Niet van de week, maar gewoon, die is al 30 jaar vrijwilliger. Ja, we hebben het gaan starten dus voor de 30ste keer met het voetbalgala. En we hebben één vrijwilliger die al 30 jaar meedraait bij de wedstrijdleiding, bij de wedstrijdtafel. En Gerard en ik hebben even contact met elkaar gehad. En we zeiden van nou, dat is natuurlijk fantastisch als we deze man die eer gunnen. Want dat verdient hij eigenlijk wel. Oké, en wat maakt die persoon dan zo bijzonder als vrijwilliger? Want er zijn natuurlijk veel meer vrijwilligers. Tuurlijk, Gerard, jij bent ook al 30 jaar bij de club natuurlijk. Maar waarom hebben jullie nou voor hem gekozen? En wie is het? Het is Harry Lukkens. Harry Lukkens, ja. En die houdt het scorebord bij. Ja. Eigenlijk het scorebord van twee velden tegelijk. Oké. Okay. En soms zit een goal er nog niet in en dan heeft hij maar op het bord staan. Ja, heeft hij zo'n inzicht? Ja, hij zit er bovenop. Oké. En ik ben zelf eigenlijk nog geen 30 jaar. Ik ben 2 jaar eruit geweest. Dus anders had ik ook misschien in aanmerking gekomen voor deze prachtige bloemen. Maar jullie vonden echt wel dat Harry de persoon is om een mooi bos bloemen te ontvangen? Ja, zeker. Nee, dat is duidelijk. Nou, we kunnen je altijd over 2 jaar doen, Gerard. Huh? Ja, zo is het dan ook nog, ja. Ja, Richard heeft onderhand een mooi bos bloemen bij zich. Ja, en ze maken ook geluid. Ja, ze maken geluid, ja. Het is een mooi gele bos met wat voor bloemen zitten erin. Weet jij het, Maria? Wat voor bloemen zijn het dan? Zonnebloemen, hè? Rozen, niet te vergeten. Ja, vind ik zelf wel mooi. Ik vind hem fantastisch. Je gaat hem niet stiekem zelf mee naar huis nemen, hè? Nee. Ik ga hem straks gelijk... Ja, dat is ook zo, ja. Ik ga hem gelijk bij Harry langsbrengen, want nog een bijkomstigheid en daarom verdient hij hem ook. Hij is herstellende van een hartinfarct. Oké. Heeft al aangegeven dat hij er weer bij is, de 30ste. Want hij wil het zelf ook voor geen goud missen, het voetbalgala. En... Dus dat komt heel mooi uit. Nou, ik ga hem je officieel overhandigen. Voor Harry natuurlijk. Dus daar komt hij aan. Hartstikke mooi. Ja, mooi. Hartelijk dank en Harry, ik kom eraan straks. Oh goed, dan gaat hij je vast aan houden. En dan was er natuurlijk nog een plaatje wat erbij hoort. Kondig hem zelf aan. En ik zeg plaatje, dat mag niet. Ik krijg straf straks. Dat is niet goed, hè? Nee, plaatje mag niet. Maar wel een heel mooi nummer wat jullie net aangaven. En dat hoort ook bij het Leekse voetbalgala, begrijp ik, hè? Ja, in de loop der jaren is het toch ook een beetje... is er een nummer geschreven en verwerkt door de gebroeders Stingen. Michel en Eddy. Uit Zevenhuizen. Hebben volgens mij allebei ook meegedaan aan het Leekse voetbalgala. En die hebben een fantastisch nummer gemaakt. En het is eigenlijk het nummer van het Leekse voetbalgala. Nou, zou ik het wel fantastisch... want jullie zijn natuurlijk met z'n tweeën. En als het lukt zou het heel mooi zijn dat jullie hem samen... kijk elkaar even rustig aan, stem het even af. Oh, liefde. En dat jullie... Ja, l'amour. Nee, dat jullie samen even het nummer van het Leekse voetbalgala aankondigen. Nou, dames en heren, we gaan luisteren naar het nummer van Michel en Eddy Tinge. Het Leekster voetbalgala. Het tenorlied bij uitstek. De wedstrijd gaat beginnen en het geeft niet wie er scoort. Kappen draaien, scharen, daar wordt er één gepoord. Het Leekste voetbalgala, wijd en zijd bekend. Het Leekste voetbalgala, de eer is ongekend. Het Leekste voetbalgala, voor iedereen een feest. Het Leekste voetbalgala, je moet er zijn geweest. Tribunes langs het veld en de zaal helemaal vol. Het publiek is echt geweldig, niets is echt te dol. En dan de gala avond om de hoofdprijs dit zijn.
seizoen. De spanning is te snijden. Wie wordt de kampioen? Het leegste voetbalgala rijdt en zijn bekend. Het leegste voetbalgala, de eer is ongekend. Het leegste voetbalgala, voor iedereen een feest. Het leegste voetbalgala, je moet er zijn geweest. Het leegste voetbalgala rijdt en zijn bekend. Het leegste voetbalgala, de eer is ongekend. Het leegste